Stephanie, ja. Welkom in deze art gallery. Uiteraard, je ziet het hier al staan, heeft dit experiment iets te maken met dit schilderij. Ja. Want dit is een schilderij. Ik heb het alleen nog afgeplakt. Oké. Okay. Op dit moment heb jij geen idee wat zich hierachter bevindt, toch? Nee. Uiteraard ga ik het aan je laten zien, maar wel op mijn eigen manier. In dit experiment wil ik jou namelijk gaan proberen te laten achterhalen wat zich op dit doek afspeelt. Oké. Maar ik zal je een klein beetje helpen. Het doek kent eigenlijk drie onderdelen. Okay. Er is een hoofdonderwerp. Dat voorwerp of persoon of wat het ook is, dat voert een handeling uit. En iets of iemand ondergaat die handeling. Okay. Dus eigenlijk drie verschillende elementen zou je kunnen zeggen in dit schilderij. Ja. Duidelijk? Ja. En voor de rest is het helemaal jouw feestje. Jij mag echt vrijwillig alles bedenken wat je denkt dat hierop staat. Okay. Ik ga je creativiteit nog wel een kleine boost geven. Want terwijl je dit mag bedenken, ga ik je een klein geluidje laten horen. Oké. Okay. We beginnen eerst met het onderwerp. Succes. Heb jij iets kunnen visualiseren? Ja. Oké. Okay. Verklap dat nog niet. Hou het even voor je. Oké. Dan ga ik je nog een keer het geluid laten horen. En nu mag je een handeling bedenken voor je onderwerp. En hier gaan we. Heb je iets kunnen bedenken? Ja. Oké. Okay. Laten we het maar meteen afmaken. Oké. Okay. Concentreer je op hetgeen wat deze handeling ondergaat. Luister goed. Wat zit je te lachen? Ja, gewoon een totale plaatje. Je zit er toch niet iets heel geks van te maken, hè? Ja, nou, succes hiermee. Oké. Okay. Nou, zo te zien heb je iets kunnen bedenken? Ja. Vertel, wat denk jij dat op het schilderij te zien is? Een clown? Mm-hmm. Die injecteert in een frambozentaart. Oké. Dus een clown? Een clown. Dat is het hoofdonderwerp, ja. Die staat centraal. Ja, een clown die spuit in een frambozentaart. In een frambozentaart, oké. Okay. Ja. Ben je het met me eens dat dit echt een totaal vrije keuze is? Ja. Ik liet het geluid horen, ik heb dingen kunnen bedenken. Ik had dit echt onmogelijk kunnen weten. Onmogelijk. Stephanie. Als hier nu een clown een beetje aan het injecteren is in een frambozentaart. Helemaal niet goed. Oké, doe het. Dit is het schilderij. Zo, ik weet gewoon niet of ik moet lachen of moet janken. Ik word er echt niet goed van. Wat heftig, ik sta helemaal te trillen. Hoe heb je dit gedaan? Hè? Gaat het? Nou, ik vind dit echt bizar. Dit is echt bizar. Ja, er komt gewoon letterlijk iets gewoon in je naar boven en dat kies je maar gewoon. Ik ben echt helemaal stil van. Voor deze ene keer. Ja? Ook omdat je zo graag alles wil weten. Ga je het uitleggen? Oh, ik ga echt bijna janken van geluk. Ja! Yes! Vertel het! Ik zit te kijken, misschien heb ik een soort van onbewust ding in me opgenomen of zo. Oké. Okay. Nou, je zit er niet ver naast, Stephanie. Oké. Okay. En het heeft alles te maken met jouw rol in GTST. En eigenlijk is er maar één manier om dat aan jou te bewijzen. Je mag even hier gaan staan. En kijk eens even goed naar het volgende fragment. Zo, de aller, aller,
allerlaatste. Joh, alsjeblieft even het raam open, want het is echt bloed heet. Mm. Hallo, wat moet je? Je spuit. Wat? Je insulinespuit, die heb je laten liggen. Waar ben je? Inderdaad. Het geluid dat ik je daar straks liet horen, is je ringtoon. Oh. Uit GTST. Mijn ringtoon. Jij wordt hier gebeld. En het eerste wat je daarna hoort, is spuit. En dat idee heeft zich heel diep in jouw brein genesteld. Maar dat was niet het enige. Oh, hou op hoor. De frambozentaart. Daarvoor moest ik nog een stapje verder. In een scène waarin jij weer je beltoon kreeg te horen. Ik weet het al. Ik weet het al. Kijk goed. Oh, dan word ik weer... Ik ben helemaal voor. Hey, mag ik een frambozenroomtaartje van je? Ja, voor mij ook alsjeblieft. Ja. Oh, de baby trappelt zo erg. Jojo, wil je misschien ook een frambozenroomtaartje? Frambozen? Nee. Jezus, waar heeft dat kind toch af en toe last van? Oh, mijn hemel. Inderdaad, je wordt gebeld. En het eerste, hij zegt, is een frambozenroomtaartje. Er gaan nu zoveel verschillende dingen door me heen. Mm-hmm. Want dit had jij nooit kunnen weten. Ik heb er zelf voor gezorgd dat dit in het script werd gezet. Om jouw personage in de serie te beïnvloeden zodat jij deze keuze zou maken. Maar Stephanie... Nee, het gaat nog verder. Oh. Tot slot. Die clown. De clown. Het eerste idee vanuit waar de rest van het idee zich in jouw brein opbouwde. Dat moest goed gaan. Ik moest er 100% zeker van zijn dat dit goed ging. En daarvoor moesten we zelfs de regisseur in het complot betrekken. Kijk eens even goed naar dit fragment. Wally staat een seconde naast hem nu, hè? Wouter, ze gaan gewoon van 1 naar 3. En dat is op het moment dat ze even naar het telefoon gaan kijken. 21 en dan gaan we meteen naar shot 3. Doe die gozer in op die gang maar, want die had een leuk t-shirt aan. Er komt dan een jongen met wat clown. Oké, dan gaan we repetitie. Nou, ik moet hier gewoon van houden. Die gozer die daar staat in het begin, die heeft zo'n clowns t-shirt aan. En Job maakte nog een opmerking. Dat ze zichzelf daar een beetje mee identificeert voordat die telefoon gaat. Heel kort hoor, even denkt, oh ja, god, zo voel ik me ook. En dan gaat die telefoon. Opname, band, 3, loopt. En actie erbij. Cue-telefoon. En zo probeerde ik jou in de serie met het geluid van je ringtoon te beïnvloeden. Op het moment dat jouw telefoon gaat... Hoe kan dit? ...kijk jij naar de clown. En die koppeling heeft zich diep in jouw brein verankerd. Echt niet snel geëmotioneerd als het niet te maken heeft met zielige hondenfilmpjes of zo. Maar dit is echt bizar. Er is nog iets. Die gekke figurant, hè? Met die clown op zijn t-shirt. Die heeft nog een kleine boodschap voor je. Hey Stephanie. Ja. Nee! Jij stond op de set! Ik ben het echt. En ik hoop dat het me is gelukt om je te beïnvloeden. Nee, want ik dacht nog rare gozer. Om er zeker van te zijn dat deze koppeling zou plaatsvinden, moest ik naast jou op de set staan. En dat is gelukt, zonder dat je het door had. Dit is niet
normaal. Dit is echt niet normaal. Was ik maar gewoon iets oplettender, had ik maar gewoon iets langer naar je gekeken. Dat ik niet eens om je te ontmaskeren, maar dat alleen dat jij gewoon dat gevoel zou hebben van oh shit, zo meteen herkent ze me. Ik ben zo blij dat ik dit heb mogen meemaken. Echt waar, dat klinkt misschien super overdreven, maar dit is gewoon een soort van cheat code in je leven. Alsof ik in een soort van spel zit. Zo, maar echt bizar.